Sinds een jaar of 3 is de provincie Gaziantep in het zuidoosten van Turkije toegevoegd aan UNESCO's werelderfgoedlijst voor gastronomie. Het eten is daar zo lekker dat het beschermd moet worden. Maar waar moet je in Nederland naartoe voor dat eten? Naar Deventer natuurlijk, want daar worden midden in een woonwijk in een piepklein pandje wonderen verricht. Per week Gaziantep 3-4 keer minimaal kebab eet. Echt waar? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Gezond. Eén dag Adana, één dag beetje, één dag Kushwasje. Ja. Waarom niet? Ja, inderdaad. Ja. Als mensen thuis nou denken, ik wil ook een kebab maken op een houtkooltje. Waar moeten ze dan op letten met de houtkool? Wat is belangrijk? Het belangrijkste, een uurtje geleden moet branden. Een uurtje moet branden? Moet uitrusten, niet gelijk doen. Nee. Dus heel veel mensen gek deze. Ja, die zijn met er gek reis, op. Ja. Dit is sarma, achterbouwd, kip. Ja. En wat zit er nou in die marinade? Peper, knoflook, beetje yoghurt, kekik. Heel veel verschillende marinade. Ja. Nou, ik heb standaard. Jij hebt jouw eigen recept. Ja. Hoe noem je deze? Dit is lams. Gier. Ja. Die moet dagelijk vers, is belangrijk. De Gaziantep heel veel mensen eten, ochtend eten. Eerlijk vlees, eerlijk, alles eerlijk. Ja. Porsche is anders, Renault is anders. Ben jij een Porsche? Ja, hier is Porsche, Ferrari, Mustang. Camera ook. Niet vergeten, dat is heel belangrijk. Het is echt heel zacht, toch? Het is echt zacht en juicy. En wat gaan we nu maken? Nu vandaag altijd mele. Ja, hè? Ja. Altijd mele. We gaan nu naar een andere plek waar, waar alleen maar brood wordt gemaakt. Brood en slagerij, koelcel, alles. Ah, je hebt daar alles. Ja. Alleen Gaziantep komen. Gaziantep, Maraş en Hatay. Een heel zacht brood. Heel lekker. Die lawasjes, dit is echt lang blijven, echt goeie, natuur. Oh, blijft lang goed, zonder allerlei toevoegingen. Dus het blijft lang lekker soepel. Je moet alles uithalen, helemaal schoon. Kijk, vandaag marineren, je moet morgenavond dus beginnen. Ja, met gevaar voor eigen leven. Het is wel een techniek. Hoeveel spiezen gaan dat door op één dag, hier, in het weekend? 200, 300. Esme salado, Antep esme, een beetje scherp. Ik maak deze Nederlands mensen eten. Ja. Niet scherp maken. Iets minder scherp. Ja. Ja, minder scherp. Hij is zuur, hij is een beetje zoet, hij is pittig. Je proeft de verse groenten erdoorheen. Ik ben ontroerd. Het is allemaal aanbranden. Ik smelt echt weg. Altı esmeli. Esmeli. Kebab. Altı esmeli kebab. Ja. Ik heb hier inmiddels heel veel zin in. Ik vind het heel lekker dat je dus de kebab hebt, die best vettig is, maar dan wel gewoon die frisse peterselie er doorheen en al die verse groentes. Ja. En dan het zachte brood. Goed passen deze echt. Ja, in de zomer eet je dit elke week. Want dan zijn de tomaten het lekkerst. Echt de verse tomaten en deze. Ik neem ook hele grote happen. En voor de tatta's die niet tegen pittig kunnen, ik kan hier even mee blussen. Ik warm nog even mijn handen aan deze thee voordat ik de vrieskou weer inga. En een van mijn goede voornemens, die kan ik alvast afstrepen. Dat is namelijk heel veel goede, echt kwaliteitskebab eten in het nieuwe jaar. En ik raad jullie aan hetzelfde te doen. De Van Gogh, na het overlijden, iedereen zegt, oh Van Gogh. Ik heb ook gezegd, wanneer Ayf dood en dan zeg, oh Ayf, Ayf, Ayf. Serieus.